De Keukenkampioendivisie. Iedere vrijdag en maandag live op Fox Sports. Bij Cambuur een basisplaats voor Issa Kalon voor het eerst sinds 12 januari. Hij is hersteld van een hamstringblessure. De eerste kans van de wedstrijd is voor Muren. Bal van de lijn gehaald. Knap door Pepijn Slusser. Zo is Cambuur veel sterker dan de ploeg van Maurice Verberne, de interimcoach van Roda. Roda op de 18e plaats. Kan eigenlijk alleen maar tegenhouden. En dat doet het hier opnieuw. Halverwege de eerste helft. En dan is Kalon overigens bij Cambuur alweer uitgevallen met een blessure. En vervangen door Giovanni Korte. Korte die hier ontsnapt aan Rochon van Eyma. En dan kan Cambuur dus door. En is hier Orad Mangoen. Maar weer staat Slusser daar op de goede plek. Het publiek geniet in Leeuwarden. En het wacht op een doelpunt. En dat doelpunt komt er nog binnen het half uur. Daar is Muren. En hij maakt zijn 22e van dit seizoen. De voorsprong dik verdiend voor Cambuur. Goed de voordeelregel toegepast door scheidsrechter Nachtegaal. De assist van Hoedemakers en het doelpunt dus voor Robert Muren. Muren die in de tweede helft hier de voorzet geeft. En dan is het 2-0 al heel vroeg in de tweede helft. Scoort Michael Breij zijn eerste goal voor Cambuur. Nu is Muren eens een keer aangever in plaats van afmaker. Roda is amper in de aanval in deze wedstrijd. En gaat hier behoorlijk in de fout. Het wordt alleen niet afgemaakt door Giovanni Korte. En zo blijft het bij 2 tegen 0. En is Cambuur wel op weg naar de 5e overwinning op een rij. Hier gaat Sambisa opnieuw pas de scheidsrechter de voordeelregel toe. En Muren raakt nog de bovenkant van de lat. En zo wint Cambuur met 2-0. Maar die overwinning had veel groter kunnen zijn voor de ploeg van Henk de Jong.